Dit is een nooduitzending van de Nederlandse overheid. Er vindt op dit moment een nucleaire aanval plaats op Nederland en de Europese Unie. Dit is geen oefening. Zoek onmiddellijk beschutting. Ga direct naar binnen. Kies het dichtstbijzijnde gebouw. Vermijd ramen en buitenmuren. Als je buiten bent en geen gebouw kunt bereiken, zoek dan dekking achter een solide object of lig plat op de grond. En bescherm je hoofd. Sluit ramen, deuren en ventilatiesystemen. Sluit alle ramen en deuren. Zet ventilatie en airconditioning uit om te voorkomen dat radioactieve deeltjes binnenkomen. Blijf binnen en vermijd blootstelling. Zoek een binnenruimte, bij voorkeur een kelder of een centraal gelegen kamer zonder ramen. Probeer zoveel mogelijk muren en beton tussen jezelf en de buitenwereld te hebben. Gebruik bescherming. Bedek je huid zoveel mogelijk met kleding om te voorkomen dat radioactief stof direct op je huid terechtkomt. Gebruik doeken of maskers om je mond en neus te bedekken. Wacht op verdere instructies. Volg informatie via radio, televisie of internet, maar gebruik batterijen om stroom te besparen. Verlaat je schuilplaats niet totdat de overheid aangeeft dat het veilig is. Wat te doen na de aanval. Blijf binnen totdat het veilig is. Verlaat je schuilplaats alleen als de overheid heeft aangegeven dat het veilig is. Vermijd buitenlucht en contact met water of voedsel dat buiten heeft gestaan. Wees spaarzaam met voedsel. Ga ervan uit dat dit 14 dagen kan duren. Kraanwater kan besmet zijn. Zorg dat u 3,5 liter water per persoon per dag heeft. Gebruik eerst de kort houdbare producten. Voedsel in blik is langer houdbaar. Vermijd besmetting. Verwijder de bovenste laag van je kleding zodra je kunt en plaats deze in een afgesloten zak of container. douche of was jezelf grondig met zeep en water om radioactieve deeltjes van je huid te verwijderen. Volg officiële instructies. Blijf op de hoogte via radio, televisie of internet voor informatie over veilige gebieden. En evacuatieprocedures. Volg de richtlijnen van de overheid voor het vinden van schuilplaatsen, het ontvangen van medische zorg en het verkrijgen van voedsel en water. Wees voorbereid op verdere acties. Er kunnen meerdere aanvallen volgen. Wees alert en klaar om opnieuw beschutting te zoeken indien nodig. Uw veiligheid en die van uw dierbaren staat voorop. Volg deze instructies strikt op en blijf kalm. Einde van de nooduitzending. Deze wordt direct herhaald.